Bob, we hebben een volgersvraag voor jou gekregen. Zou je hem eventjes willen voorlezen? Eens even kijken. Beste Bob, onze volger Annemarie Verkerk stelde een vraag waar jij hopelijk antwoord op weet. De vraag is, hoe kan de EU volgens u de doeltreffendheid van de beperkende maatregelen tegen Rusland waarborgen of vergroten? Goeie vraag, Annemarie. Dat vraagt de EU zichzelf ook af. En dat is een combinatie van allerlei middelen. Het is soms gericht tegen personen, tegen rijke zakenlieden, oligarchen. Soms is het gericht tegen specifieke bedrijven en soms tegen hele sectoren. En wat je zag gebeuren is dat bijvoorbeeld de handel van de Europese Unie met een klein land als Kirgizië in het eerste jaar na die volledige Russische inval in Oekraïne met bijna 1000% omhoog ging. Dus je ziet ook dat westerse bedrijven op zoek zijn naar manieren om toch nog die spullen aan Rusland te verkopen. Dus het is niet alleen dat Rusland die sancties probeert te ontduiken. Er zijn ook bepaalde bedrijven of soms zelfs landen in West-Europa die ook proberen om die sancties heen te komen. Ik denk dat het eerste wat de Europese Unie moet doen is goed nadenken welk doel ze nou willen bereiken met die sancties. Want van alles loopt door elkaar. Oorspronkelijk was het doel om Rusland een hele hoge prijs te laten betalen als het Oekraïne zou aanvallen. De sancties werden ingezet als middel voor afschrikking. Dat heeft duidelijk niet gewerkt. Rusland was blijkbaar bereid die prijs te betalen. Daarna wordt vaak het doel genoemd de Russische oorlogsmachine, de componenten en de middelen ontzeggen die ze nodig hebben om wapens te maken om Oekraïne mee aan te vallen. Dat is ook vooral een kwestie van handhaving. Dan moet de EU harder optreden tegen bedrijven en landen die dat soort sancties omzeilen. En dat kunnen ze het beste doen door samen op te trekken met de Verenigde Staten, die met hun Department of the Treasury behoorlijk hard kunnen optreden en hard kunnen handhaven. Ja, daar heb ik een hard hoofd in, want inmiddels heeft Poetin meer grip op die oligarchen in Rusland dan andersom. En de Russische bevolking, zelfs als ze zouden willen protesteren tegen Poetin, hebben we gezien hoe repressief de staat kan optreden. Dus het idee dat wij met economische sancties alleen een groot land zoals Rusland tot een gedragsverandering zouden kunnen bewegen, dat betekent dat je ze echt heel streng, rigoureus moet handhaven. Ja, dan kost het jezelf ook geld. En daar moet je dan wel toe bereid zijn. Annemarie, ik hoop dat ik hiermee je vraag voldoende heb beantwoord. En zo niet, dan weet je ons te vinden. Dankjewel.